Gaan we bijna vertrekken? Ja? Oh shit, mijn gsm laten vallen, what the fuck. Wacht. Ik ga vandaag met ons papa naar Arendonk om een tweedehands piano te gaan bekijken. Ik ben heel benieuwd naar wat dat gaat geven, want piano spelen is echt een favoriete hobby van mij. Bye! Over 250 meter links afslaan. Ja, dat is hier. Hallo, het is Erik. Ja, hey. Sorry, het is maar klein, hè? Ja, nu is niks. Yes. Hard, hè, want elke vogel zingt zoals zijn gebekt is, ja, zeg ik altijd. Ja. En dan wachten, dus deze is een. Vorig jaar was ik eigenlijk van plan om muziektherapie te gaan studeren in het Lemmes in Leuven. Ik deed de toegangsproef en ik was er niet door. Ik was zodanig aangedaan van het feit dat ik daar niet van de eerste keer door was. En dan heb ik gekozen voor vroedkunde, iets totaal anders. Is dit er Rachmaninoff? Nee, dat is Poulenc. Een Franse componist van begin 19e. Ja, chapeau, hè, gespeeld. Dank u. Ja, dit was ook een. Jij speelt voortreffelijk en je moet eigenlijk blijven oefenen. Ja, nee, maar dat weet ik. Ik besef echt wel dat ik dat fucking hard gemist heb. Ik heb die piano letterlijk van mijn eigen weggehouden voor een heel fucking jaar. Wetende dat als ik die piano weer een uur per dag of zo zou spelen, ik weer verliefd zal worden en te veel tijd zou spenderen aan muziek in plaats van aan mijn studies. Op dit moment denk ik echt, Laura, wat een bullshit. Je moet ook afleiding hebben, je moet ook dingen doen die goed doen. Ja, goed, laat eens los, Laura. Laat los. Dankjewel om te helpen. Dankjewel. Zonder u had ik het niet gedaan. Was het niet gelukt. In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they sing. Ik ben toch al een paar jaar samen met Hanna en veel mensen zeggen tegen mij van kijk Jasper, gaat dat wel goed komen? Ik bedoel, zo'n eerste keer op verlof. We gaan elkaar pas echt leren kennen als je samen op verlof gaat. Maar ik heb er eigenlijk eerlijk gezegd geen bang voor. Wil je morgen toch naar de Café Majestiek? Vandaag. Als we daar nu toevallig in de buurt zijn, het is tijd voor een cappuccino met een pastel, dan moet ik daar zijn. Het is ook gewoon echt leuk om met Hanna zo een keer dag in dag uit tijd door te brengen, dat we constant samen zijn. We moeten dan niks of niemand zien, we moeten niet kijken van ah, moeten we thuis zijn voor het eten, heb ik niks afgesproken met die. Maar als Hanna bijvoorbeeld naar mij thuis komt of ik naar haar thuis, daar zijn nog altijd andere mensen aanwezig is. En ja, echt gewoon alleen zijn, dat we ons plan kunnen trekken, dat we kunnen doen wat we willen, dat we met niemand rekening moeten houden. Blijf dat zeggen, dat is gewoon zalig. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you. Ja, ik krijg dat gevoel meer van wow, ik wil dit echt en ik kijk er echt wel meer naar uit om met haar, ja, en, op een eigen plekje te zitten. En dat is zowel iets waar ik al stilletjes meer en meer over begin na te denken. Ik wil dat wel. Dat gevoel is er, je wilt dat liever en liever. En dat is in mijn ogen een heel goed gevoel.